Papier hier. Papier hier. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Ik voel me vereerd dat ik met de bewoners mee mag doen. In plaats van dat ik vanuit de verre toren toekijk hoe het gebeurt. Ja, ik vind het super dat jullie allemaal enorm inspannen om de buurt schoon te krijgen. Want heel veel mensen zeggen, ja, daar is de roadtap toch voor. Maar die vergeten altijd dat het wordt niet zomaar vies. Het zijn meestal mensen die het op straat gooien. En dat stoort mij enorm. En het is al 100 keer geprobeerd om de boel schoon te krijgen. En steeds lukt het niet. En het zijn heel veel mensen die het opgeven. Maar ik ben blij met zulke actieve bewoners en kinderen die niet de moed opgeven. Want het is net als dat je leert fietsen. Je zegt ook al niet, dat is 10 keer niet gelukt. Nou, laat ik maar stoppen, dan fiets ik maar niet mijn leven. Dan ga je ook door. En wat mij betreft gaat deelgemeente, ik met de bewonersgroep, met politie, met allerlei andere diensten hier ook net zo lang door. Totdat we het gevoel hebben, goh, hier is het gewoon echt schoon en hier blijft het ook schoon. En hier wordt het ook niet vies gemaakt. Dus ik vind het super dat initiatief van jullie komen. Ja, we gaan aan de slag en ik hoop dat ik straks ook zo'n knijpertje mag, want dat doe ik gezellig met je mee. Ik heb, en Anneke is de baas, dus die weet alles. Ik heb Naomi plus mama neergezet op de boezemsingel, boezemdwarsstraat, slachthuiskade. Naomi plus mama. En doe jullie best, en daar kan je een vuilniszak pakken, de moeders houden de vuilniszakken bak, de kinderen mogen het erin mieteren. Alsjeblieft. Maar achter bij jullie in de buurt. Icy en Michael, maar Michael is er niet, hè? Icy en jou. Ja, en waar is Icy de mama hier? De koeweide en het tussenstuk daar. Ja? Loop jij? En je hoeft geen stroom te ruimen, hè? De poep gewoon laten liggen. Ja. Wel wezen als er iemand komt. Wat zei je nou? Dat ze geen stroom hoeven ruimen. Dat moeten dezelfde mensen doen. Het liefst zou ik iemand zijn gezicht ermee insmeren. De hondenbezitters die dat flikken.
vind je van deze actie, Jan? Nou, ja, ik vind het geweldig. Er moet gewoon eigenlijk veel meer in die wijken gebeuren. En dat maakt de schutterende mensen ook wakker. Dat het hard nodig is de rommel op te ruimen. Misschien krijgen ze dan het besef dat alles wel in de bak moet. En niet ernaast. Dus laten we het maar hopen. Ik juich dat alleen maar toe. Ik doe er voor de mensen van de bewonersgroep doe ik er een stoffer en blik in. Een bloknootje, een pennetje, een sleutelhangertje. Ook als een stukje blijk van waardering wat de bewoners allemaal doen. En inzetten voor deze wijk, want dat is gigantisch. Hey, toppie. Nou, dit is wat ik een beetje bedacht had voor de kinderen met de naam. Dat is een oordkronde. Dat is een buurtkanje van de straat. En daarbij hebben we wat gadgets. Een zakje snoep, wat stickertjes, sleutelhangertje van PWS en een knuffeltje, een kleintje. Maar het belangrijkste vind ik, dat is een stukje waardering van ons. Dat is wel zoiets. En dat verdienen ze gewoon. En een gouden medaille die ze lekker op kunnen eten. Dus. Waar is dat? Hier zo. Mama's moeten hier komen. We gaan genieten in de bediening, hè? Dat doen we niet. Ja. Dina is thuis. Deze gaat open. Jij wil voor. Ja, zij wel. Lian. Ja, en de mama. Nou. Voorkomen voor de mama. Jeroen. Applaus. Oh, Anneke, wil jij dat doen? Kijk eens, ik vind jou een buurtkanje. En hier heb je nog een tasje met wat kleine dingetjes erin en een lekker zakje snoep erbij. Even wachten, want je krijgt nog veel meer. Hey, yo! Hey, en een applaus. Ja, maar die weten niet. Zo, wat een grote medaille, schat. De mama van Lianne. We hebben hier ook nog een tasje met wat kleine geitjes. Ja. Lucienda. Ja. Lucienda is er. Lucienda. 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 Oh, hier. Kom hier, meisje. Ook jij bent een buurkantje. Deze als jullie verhoor vinden. Tasje met een stukje. Jij bent wel nummer 1, hè? Dankjewel, Egypte. Ah, leuk! Waardering vanuit de deelgemeente. Hoe heb je het hier naar je zin gehad met de opruiming? Hier op de koeweide is het altijd feest met de bewoners die zich inspannen. En ik was blij dat ik een keertje mee mocht helpen. En er lag toch nog te veel. Veel vuurwerk ook nog. Terwijl, ziet het, zonnetje schijnt. Het is al lang geen 1 januari meer. Maar toch nog moest het opgeruimd worden. Maar ik heb gezien dat je dat vol verf hebt gedaan. Ja. Heb je ook nog wat meegekregen van de kinderen die het schoon hebben gemaakt? Ja, die hebben nog veel harder hun best gedaan dan ik. En die moeten natuurlijk hun ouders meeslepen, hun oudere broertjes en zusjes. En dan hopelijk kunnen we iedereen duidelijk maken dat de schone buitenruimte niet de verantwoordelijkheid is van de Roodhep en de stad, maar van iedereen. En dan komt er echt het Krooswijk gevoel naar voren? Ja, zeker. Er wordt hier gewoon niet lullen, maar poetsen, zoals ze dat zeggen. Gewoon doen. En dat spreekt me enorm aan. En dit is dan gelijk ook het Ezelsbruggetje, want als geboren Krooswijk hier vlakbij, hè? Ik denk hier een 10 april, als ik dat zeg. Ja, dan denk ik hier... dat het hier ongeveer kilometertje 39 is op weg terug naar de Coolsingel. Als ik hier over een paar weken hard loop. En dan geniet ik weer van de harde trom en de muziek die hier ietsje verder staat. En dan heb je pas echt het Krooswijk gevoel. Ook de gezelligheid die natuurlijk ook bij Krooswijk hoort. En zo hoort het. Ja. Dankjewel. Hey, graag gedaan. Tot de eerste medaille. Ja, de eerste medaille. Die gaan we op 10 april niet binnenhalen deze nummer 1.
Dank u wel.